Het Oerolfestival op de Schelling ging vrijdag onder een prachtige lentezon en heerlijke temperatuur van start. De komende week staat het Waddeneiland nog bol van de kunst, cultuur en muziek. Oerol-reporters Pippi en Roos brengen tijdens het festival verslag uit van de vele voorstellingen. Van de stilte voor de storm tot de openingsceremonie op de Westerkijn, die werd opgeluisterd door de reuzen uit de gelijknamige voorstelling van Theater Artemis, Rood Theater, tijdens de eerste dagen van Oerol. Ben je er klaar voor? Ja. Laten we gaan. Klaar voor de start? Af. Het doet me ook heel erg denken aan vroeger wat je van die doe weet. Weet je dat je samen hutten ging bouwen als kind? Ik vond nu inderdaad wel alsof ik echt mijn steentje, mijn houtje bijdrage aan het geheel, aan de constructie. En dat voelt best wel cool. Ja. Bij elke fiets wordt een mens. Ja, dat is echt. Op dit moment waai ik bijna van de stellage af. Dus ik voel me vrij klein op dit moment. En je loopt hier naartoe over een soort loopbrug. En je moet je echt strap zetten voor de wind, voor de natuur. Dus dat laat je wel weer even weten waar je staat in het rijtje der dingen. De zon schijnt vandaag niet. Maar met een zomerse instelling moet het toch ook wel zonnig worden. Op het festival zijn er verschillende mensen en allemaal op de kunnen ze eigen muziek. Daar gaan we het even vandaag. Productieleider voor het theatergezelschap Hoge Fronten, Lieke Benders. Ja. Mag ik vragen wat je daarmee bedoelt? Ja, wat is jouw rol? Oh, mijn rol hier? Ja, ja. Ervoor zorgen dat alle fietsen goed op zijn plek komen. We waren te laat voor de voorstelling. Treurig, hè?